Daily Minutes nummer 1522 met een uitzending voor vandaag, 14 januari 2019. Dus het bulletin van maandag. Nou, ik ben weer eens laat, dus het wordt een niet al te lange uitzending, maar het komt ook door de datum van vandaag. Enkele luisteraars naar Slow Scan Radio hebben me op het spoor gezet hoe ik de DRM robuuster krijg, maar de plaatjes die gaan dan tegelijk ook een heel stuk trager. Vandaag zend ik aan het eind een afbeelding in deze robuuste DRM-modus uit, aan het eind van de uitzending dus. Het volgende item is een bewerking van een tekst op arrl.org. Het item dat gaat over D-Star nanosatellieten en over testen met de S-HAL geostationaire amateursatelliet. Op 27 december bracht een Soyuz-lancering de twee Duitse Orbital Systems D-Star 1-satellieten, D-Star 1 Sparrow en D-Star 1 ESAT in een baan om de aarde. De bakens van de tweelingsatellieten zijn met succes ontvangen, van beide satellieten dus. Ik begrijp alleen dat de twee vrijwel identieke satellieten door de amateurs niet goed uit elkaar te houden zijn. Beide satellieten die hebben een D-Star repeater aan boord met een uplink van 437.325 en een downlink op 435.525. De D-Star 1 Phoenix 3 U-CubeSat, die bijna een jaar geleden in februari werd gelanceerd, is destijds verloren gegaan. De D-Star-missie van deze winter bestond uit drie D-Star CubeSats. Een paar Canopus V-satellietsensoren met afstandsbediening detecteerden de primaire lading. De vlucht had in totaal 28 satellieten bij zich, dat is niet gering. Maar je ziet dat wel meer tegenwoordig, hè? Dat was laatst eentje van 70 volgens mij. Tijdens de eerste low elevation pass over Berlijn heeft ons team een succesvol contact met beide satellieten tot stand gebracht. Zo meldde German Orbital Systems. De ontvangen telemetrie bevestigt de nominale status van alle systemen. Dezelfde Soyuz-vlucht in december zette ook de UWE-41U CubeSat in een baan op de aarde met een elektrisch voortstuwingsexperiment. En verder een 70 centimeter 9K6 AX25 digipeter met uplink en downlink frequentie op 437.375. Elders meldde Amsat Duitsland dat het in orbit testen van de ham radio transponders op de SHL-2-satelliet is begonnen. Dat is die geostationaire satellieten. Volgens mij is dat nieuws overigens al wat ouder. Amsat DL waarschuwt dat er in elk geval niemand moet proberen te zenden op de SHL-2-uplink. Maar is dat volgens mij ook niet zo makkelijk, want je hebt daar apparatuur voor 10 gigahertz voor nodig. En daar komt toch wel enig zelfbouw aan te pas volgens mij. Net als iedereen zijn we erg enthousiast over de ontvangen signalen tot nu toe. En we waarderen het controleren en ontvangen van rapporten van de amateurradiogemeenschap, zowel Amsterdam Duitsland. Ongevraagde uitzendingen op de SHL-2-uplink kunnen niet alleen de ingebruikname vertragen, maar ook de relaties met de satellieteigenaar SHL-SAT negatief beïnvloeden. Ik heb trouwens begrepen dat het testen sneller lijkt te verlopen dan verwacht. En zodra alle in-orbit testen met succes zijn voltooid, zal de satelliet worden verplaatst naar zijn uiteindelijke geostationaire positie op 26 graden oost op de Van Allen-gordel. Daily Minutes zijn dagelijks vanaf ongeveer 1900 uur te beluisteren. De uitzending wordt een dag later om 10:30 ochtends herhaald. Alle mail is welkom op het adres x@xdv.me. Dat is ook te vinden rechts bovenaan de webpagina van de uitzendingen www.pa0ete.nl. De Daily Minutes toont iedere dag weer aan de hand van schokkende voorbeelden hoe een hobby mensenlevens kan veranderen. De internetfaciliteiten en studiohardware voor Daily Minutes worden gesponsord door 70MHzShop.nl. 70MHzShop.nl.
En microfoon naar retour.